Vanaf zondag 29 oktober brengt Eén de gloednieuwe fictiereeks Tabula Rasa. Deze psychologische thrillerreeks draait rond Midase, een jonge vrouw met geheugenverlies die de enige sleutel vormt in een mysterieuze verdwijningszaak. De verwachtingen van Tabula Rasa liggen hoog. Er werden de kosten nog moeite gespaard om van dit project een prestigereeks te maken. Lynn van Rooyen is een van de actrices in deze nieuwe topreeks. Goh, Nikki, dat is de zus van Mie. Dat is een vrij recht toe recht aan griet die zo met haar twee pootjes wel in het leven staat. Twee kindjes, zwanger van terde. Dus die heeft het zo wel bij elkaar, die weet wel van aanpakken. Ik denk dat die haar zotte jaren achter de rug heeft en dat die nu zo voor het gezinsleven gaat en dat die daarin investeert. Hoe zou jij deze reeks omschrijven? Gigantische mindfuck. Ook heel spannend. Verwarrend met momenten, omdat je zo volledig mee zit in Mia's trip, in haar psychologische verwarring. Dus soms zit je zo op een zijspoor dat je denkt, oh, wat is dit en wat komt dat daar nu bij doen? Maar het is zo goed gedaan, dat je soms niet altijd goed weet van welke kant dat je aan het kijken bent. Ik vind dat enorm fascinerend. Ik had dat zelfs bij de scenario's al, dat ik dacht van, oh my, ik ga mijn licht eraan doen, want ik vind het neigen. Ja, dus als een scenario dat al doet, dan ja. Hoe was de samenwerking met Veerle Bates? Heel fijn. Ze is een heel lieve, warme vrouw. Ik heb ook ontiegelijk veel respect voor haar als actrice. Er waren scènes dat wij samen hadden dat ik gewoon vergat. Dat ik in een scène zat, dat ik zo naar haar aan het kijken was wat die deed. En dat ik die nadien mee ga vastpakken. En ik dacht, amai, dat was zo schoon. En ook dat ik, ja, die is zo goed en ik ben zo dankbaar dat je daar mag naast staan en die haar zus mag spelen. Ja. Heel, heel fijn. Heel schone herinneringen aan. De opnames van Tabula Rasa vonden 2 jaar geleden plaats. Ondertussen is Lim volop aan het draaien voor het nieuwe seizoen van de Team. Goed. Beetje chaotisch met momenten, maar daar houden we van. Zoals het een goede set betaamt, zeg ik. Ik denk dat dat overal wel zo'n keer gaat. Dat gaat goed. We hebben alle buitenlandse opnames nu achter de rug. Nu zitten we de komende 6 weken nog in België. Dus ik ben wat meer in de buurt. Ja, fijn. Mag er voor jou nu al een derde reeks komen? Ja, zeker. Dan wil ik meeschrijven. Dat is misschien nog wel iets. Ik vind dat wel tof om daarmee over na te denken van plots. Of misschien meer focus op de dialogen dan. Dat zij de plot uitschrijven en dat ik me dan zo wat moei met de dialoog. Dat zou wel leuk zijn. We zien wel.